Naar aanleiding van het debat van afgelopen dinsdag, de start en de ontwikkelingen op de koers, heeft de regering, zijn regering en centrale bank, de visiecommissie, ministerie van EZ, ministerie van Financiën, andere ministeries, natuurlijke hulpbronnen, justitie en politie, het openbaar ministerie, die zijn met elkaar om de tafel geweest donderdag. En dat heeft ertoe geleid dat wij u de volgende rapportage kunnen geven, dat de centrale bank van Suriname bij 4 cambio's de vergunningen niet verlengd heeft, omdat niet voldaan wordt aan de vergunningvoorwaarden. 2 vergunningen zijn ingetrokken. Van deze 6 zijn er 4 cambio's die nog opereren en de justitiële autoriteiten zijn ingeschakeld om daarin te grijpen.